Over enkele ogenblikken zal de allereerste kunstnacht van Nijmegen hier achter mij in het Valkhof worden geopend. Op de campus worden natuurlijk ook vertegenwoordigd tijdens deze kunstnacht. Hoe is het om in deze setting te performen? Anders, want de première wordt in de Schouwburg in Arnhem gedaan. Dat is een hele grote zaal. En dit is natuurlijk een galerie en een hele kleine nis. Maar ik vind het toch heel leuk. En hoe reageert het publiek? Het is grappig, want ik stond net buiten te roken na de eerste voorstelling. En toen hoorde ik mensen van die binnenkwamen zeggen: oh, het Bart Kunsthuis is nog nooit zo druk geweest. Ik wil graag een performance maken waarin de danser als het ware worstelt met wat hij wel en wat hij niet laat zien. Een soort aftasten. Vandaar de videobeelden die stellen dan eigenlijk meer het innerlijk van de danser voor. Zijn gedachtenwereld. Maar in het begin wordt hij er ook een beetje door afgeschrikt. Zo van, oh jee, dit wil ik eigenlijk niet. Dan schaamt hij zich misschien een beetje. En dan krijg je een soort van gevecht met zijn innerlijk. Eerder in Nijmegen opgetreden, maar hoe was het nou om in deze setting op te treden? Gek. Ja, heel erg leuk. Verademing. Ja. We vinden het heel erg leuk om in zo'n kleine setting te spelen. Dat voelt heel goed altijd. What you try to say. En hoe was het publiek? Was natuurlijk weinig ruimte om echt uit je dak te gaan. Ja, en daar is de set ook eigenlijk te kort voor. Normaal na 20 minuten begint het een klein beetje los te komen en nu duurt het 20 minuten. Maar... ja, ik had het gevoel dat mensen het leuk vonden. Hebben jullie nu al bijvullingen? Ja, het is hartstikke leuk. Niet te veel kaartjes verkocht? Wat zei je? Niet te veel kaartjes verkocht? Nee hoor, dat niet. Nooit te veel. Het is altijd gezellig. Jij bent net afgestudeerd aan de Han. En nu al zoiets groots, hoe is dat voor jou? Ja, geweldig. Dat was gewoon één unieke kans. Ik werk nu bij Bart Kunstenhuis. En dat was het eerste project wat ik kon doen. En dat sluit helemaal aan bij mijn opleiding. Dus daar ben ik gewoon heel blij mee. Heb je nog wel tijd in deze drukte om zelf iets te gaan bekijken? Nou, dat is wel de bedoeling. Ik ben nu bezig om een rondje te maken. Naast de hele organisatie en drukke dingen. Maar tot nu toe heb ik alleen maar genoten.